Is hij daar? Ja. Hij switcht er naar. Okay. Hij staat erop. Nee, je moet, nee, die zit vast. Dus, vind jij dat goed? Nee, dat kan. Goedemiddag. Ja, er is al veel gezegd. Ik probeer het weer van een andere, van een eigenlijk totaal andere kant te benaderen, namelijk vanuit de Microsoft kant. De grote vraag is natuurlijk of software business media business wordt of media business software business, of dat het allebei naast elkaar blijft bestaan en dat er alleen wat crossovers zijn. Maar vandaag wilde ik meer vertellen over MSN Spaces. Ik stond hier net als Paul vorig jaar ook en kon toen vol trots en eigenlijk ook nog wel ongeloof vertellen dat er 500.000 spaces waren geopend op dat moment. Dat, toen was het 4 maanden live, nu is het dus 1 jaar en 4 maanden live. En nou, ik zal zo meer vertellen over wat de resultaten nu zijn. 18,5% bereik van de totale online populatie. Nou, dat is natuurlijk echt heel behoorlijk voor een dienst die 1 jaar en 4 maanden bestaat. En dat is ongeveer 1,8 miljoen mensen. Consumenten die dus of een space hebben, of naar een space kijken. Per wat? Per week? Maand? Dit is voor de maand maart. Was dit. Dus dit zijn actieve ja, kijkers. Kijkersopmakers. En wat dan wel heel leuk is om te zien, is dat het ook echt een volwaardig medium is door alle leeftijden heen. Sterker nog, bijna 30% is tussen de 35 en de 49. Dus het is absoluut niet zo. Net als met Messenger, wat ik altijd roep, dat is helemaal niet alleen maar van de jeugd. Het is gewoon iets wat iedereen doet. Iedereen spaced. En ja, ik zal zo te vertellen waarom wij denken dat dat zo is. Een ander heel leuk feit vind ik, is dat het fotoshare, dus het delen van foto's, dat ook met name het onderdeel is van spaces wat ja, nogal is aangeslagen. 650.000 nieuwe foto's per dag vind ik echt een ongelooflijk getal voor Nederland. En ja, dat is dus absoluut de feature die by far in this killing is. En wat dat betreft denk ik ook dat als video daarbij gaat komen, en dat gaat er natuurlijk een keer bij komen, dat inderdaad een grote hit zal worden, zoals Paul Molnar ook al had. Waarom denken wij dat dit zo succesvol is? Het is al een beetje genoemd. Nou, deze hele presentatie staat natuurlijk vol met Amerikaanse termen, omdat ja, daar komen we nog naar. Het gaat om engagement, betrokkenheid, maar het is wel iets meer dan betrokkenheid. Het is dat je daadwerkelijk je thuis voelt, je senang voelt bij datgene wat je aan het doen bent. En dat is niet alleen voorbehouden aan het product, dat is ook op het internet. Je ziet dat consumenten niet langer alleen maar aan het browsen zijn, maar dat ze ook heel actief allerlei zaken op het internet doen. Nou, één daarvan is natuurlijk Spaces, daarover later meer. Maar je ziet dat ze op die as, do it for me, I do it myself, dat ze naar links en naar rechts schuiven. De ene keer gaan ze naar de tv kijken, de volgende keer naar een site die helemaal, naar nu.nl, maar de volgende keer naar een weblog, of bouwen ze zelf een weblog. Aan de andere kant zie je dat bedrijven zoals Microsoft en Ilse het ook veel makkelijker maken. Dus aan de ene kant zijn er steeds meer mensen die kunnen lezen en schrijven op internet. Ze zijn internet literate. Aan de andere kant maken wij het ook steeds makkelijker om dat lezen en schrijven te doen. Dus eigenlijk van twee kanten wordt die groep steeds groter. En dus is er een gigantische hoeveelheid user-generated content. Onder andere in de vorm van Spaces. Waarom werkt het nou zo goed op Spaces? Nou, dit is eigenlijk meer sociologie. Niks meer en niks minder dan offline. Offline probeer je om je identiteit te laten zien. Ik bedoel, iedereen kent de beroemde merkkleding. Maar ook de clubs waar je naartoe gaat, de muziek waar je naar luistert. Het is allemaal heel erg, de verenigingen waar je lid van bent, dat is de politieke partijen waar je lid van bent. Het zegt heel veel over jou en daarmee draag je toch ook wat uit. En een space is eigenlijk niks anders dan de online extensie daarvan. Daar doe je dat dus ook. Daar heb je dus ook favoriete muzieklijst in. En sterker nog, je kan mensen daar ook wel laten horen wat jouw favoriete muziek is. Want je kan je Windows Media Player er gewoon inzetten. En ja, je kan daar ook links doen naar je politieke partij. Dat gebeurt dus ook. Maar je kan het ook hebben over je hobby's en je kat. Wat het allermeeste gebeurt. Ander belangrijk, dat is het tweewegverkeer. Enerzijds, je wordt acuut beloond op het moment dat jij een space opent. Op het moment dat jij een space opent, gaan bij al jouw vrienden van Messenger, gaat het gele sterretje in hun Messenger aan en die zien, hé, hij heeft weer iets nieuws op zijn space gezet.
En die gaan naar jouw space toe en die gaan daar ook op reageren. Want jij hebt daar iets geschreven en zij kennen jou en ze gaan daar iets met je doen. Dus op die manier krijg je ook wat ik ooit heb genoemd, een instant interactive kick, die term is van Karl Rode. Je maakt een space en je krijgt daar direct iets voor terug. Aandacht. En niks zo mooi aan aandacht. En aan de andere kant, real life soaps. Ze zijn niet voor niks zo populair en ze zijn dus ook op internet populair. Niks leuker dan door het huiskamerraam kijken bij een ander. En in die zin krijg je ook, je gaat browsen door spaces en je vindt daar ook meteen iets leuks. En je vindt daar ook echt hele gekke dingen. Het verjaardagsfeestje van iemand. Heel gezellig. Liefdesverklaringen. Ik hou van Kevin. Ja, nou ja. Leuke hobby's. Ik moet ontzettend lachen om de zin. Eindelijk was het weer zover. Dit jaar wilde ik als vampierelf de show stelen. Schitterend, ik bedoel. En dit wordt dus gelezen en gemaakt. En vooral ook frequent weer bezocht en opnieuw gebouwd. En natuurlijk inmiddels een golden oldie. Het kind groeit op weblog. In dit geval verteld vanuit het perspectief van het kind. Alleen geschreven natuurlijk door de ouders. Erg leuk. Engagement. Dit is een prachtige Amerikaanse slide. Ik was zelf wat een beetje zenuwachtig van dit soort slides, maar... daar staat wel heel veel op, dat moet ik wel ook aan toegeven. Bovenin. Heel belangrijk, tenminste wat Microsoft heeft een onderzoek gedaan in eind vorig jaar. Het MSN Youth Report. En daarin kwam dus die term engagement ook ontzettend naar voren. Het is ontzettend belangrijk om engaged te zijn bij wat je doet. Dat geldt zowel voor de informatie die je zoekt, maar het geldt ook voor de mensen die je kent, de mensen die je nog niet kent. Je wil het allemaal zelf in de hand houden. Je wil zelf bepalen wie, wat, waar, wanneer van jou weet, over jou weet en ook wat jij van die personen wil weten. Nou, dat is de bovenkant. Aan de andere kant, toekomst. Dat gebeurt nu natuurlijk met name op de PC. Maar dat gaat natuurlijk ook op mobiel gebeuren. Dat gaat ook gebeuren binnen Office, binnen Windows Vista. Ik zal straks een voorbeeld geven, al dingen die in Windows, dat woord niet gebruikt, maar die bij MSN gebeuren, die gebeuren straks ook op Windows Vista. Xbox, er zitten nu al, je vriendenkaart van Xbox kan je al op je space laten zien. Dus mensen die dan op jouw space komen weten, hey, dit is een Xboxer, daar kan ik ook mee spelen of tegenspelen. Nou, last but not least, linksonder, er moet geld verdiend worden, ook in de online wereld. En gelukkig, Paul, is het meer dan 2 miljoen. Of wat is het? 1 miljoen, zei hij. Godzijdank, want anders dan zouden wij morgen moeten wij onze plannen voor volgend jaar laten zien. En dan zouden we weer terug naar huis gestuurd worden. Wat is het dan? Ga je voor de Dat mag ik niet zeggen. Maar het is meer dan wat Paul dacht. Cijfers. Nee. Openheid. Ja, precies, transparantie. Ja. Waar is jullie weblog? Linksonder, er moet geld verdiend voor de monetization. MSN komt met AdCenter, dat is volgend jaar. Maar op dit moment, wat de belangrijkste trend ook daar is ook engagement. Niet zenden naar de consument, maar de consument zelf het als het ware naar zich toe laten halen. Nou, een van de beroemde voorbeelden zijn natuurlijk de filmpjes. Maar eigenlijk die je ook niet zien. Maar het kan op veel meer manieren. En ik hoop er een paar te laten zien. Want het antwoord van Microsoft op deze trend is Windows Live. Nou, hier begint Windows Live. Dus iedereen die alles over Windows Live weet, kan nu de zaal verlaten. Of nog een keer een geheugensteuntje krijgen. Wat is Windows Live? Windows Live, daar komt in feite alle Windows Live services samen. Want Windows is voor je PC. Dus een platform waarop je je PC kan draaien, maar ook waarop je vervolgens applicaties kan bouwen. Dat kan je met Windows Live online. Dus Windows Live heeft zelf applicaties. Windows Live Mail, Windows Live Messenger, Windows Live Spaces. Maar je kan er ook zelf op bouwen. Nou, eerst even de services. Het zijn niet alleen bestaande, maar ook nieuwe services. Live.com. In Nederland gaat het natuurlijk live.nl heten. Dit is die van mij. Je eigen startpagina waar je zelf... dit kan je dus nu ook al gebruiken op live.com. Waar je zelf precies kan samenstellen hoe jouw eerste internetervaring hebt. Op het moment dat jij je Explorer opstart, wat je dan doet. Nou, bij mij is dat het NOS Journaal. Of het NOS Nieuws. Heel goed. Dit is niet afgesproken van tevoren. Maar
Nou, en ik heb daar een aantal. Mijn eerste pagina is nieuws, mijn tweede pagina is media en blogs, mijn derde pagina is personal. Dat zijn wat mensen die RSS-feeds hebben die niet direct van een medium zijn, maar wel binnen te halen zijn. Maar leuk om te vertellen is de rechterkant van het scherm. Daar zie je een zogenaamde gadgets. En gadgets zijn programma's die iedereen kan bouwen. Dus een consument, maar ook een bedrijf. Er zijn er nu al heel veel te vinden op microsoftgadgets.com. En die kan je hier gewoon inladen en vervolgens personaliseren zoals ik dat wil. Nou, voor mij is natuurlijk het weer in Amsterdam het interessantst. Maar ik heb ook veel collega's in Londen en veel collega's in Seattle. Dus daar wil ik ook graag altijd weten hoe ze erbij zitten. En ik ben net met vakantie geweest in Singapore, dus ik wil nog steeds even weten hoe het daar was. En ik, nou, dit is nog oud, dus ik kan eigenlijk weer weggaan. En daaronder stockquotes. Google is net daar onderweg gevallen, gelukkig. Maar we houden het dan in de gaten. In ieder geval, je kan het helemaal zelf bepalen. Windows Live unifies your world. Ik ben gebrainwashed, dit is heel erg. Windows Live Messenger. Heel bekend. Dit moment is de beta al gestart. We hebben bijna 2 miljoen mensen wereldwijd op de beta. In Nederland ook een zeer significant aantal, maar dat mag ik nu even niet noemen. Maar we doen het altijd erg goed bij dit soort beta's. Wat je ziet is dat bij de nieuwe versies van alle producten, hè, dus dit is de opvolger van MSN Messenger, dus de nieuwe MSN Messenger gaat Windows Live Messenger heet. En wat je daar ziet is dat de functionaliteiten ook heel erg gericht zijn op engaging. Dus in de nieuwe Messenger kan je folders delen bijvoorbeeld. Dus deze presentatie, die normaal veel te groot is voor de gemiddelde Outlook-server die je moet sturen, die kan je gewoon met Messenger aan elkaar laten zien. Hij wordt ook geüpdate op het moment dat de ene hem dan bijwerkt en dan krijg je hem op het moment dat je weer online gaat, krijg je hem weer meteen. Andere zaken om te share, natuurlijk video en voice. Gaat enorm toenemen, is al enorm aan het toenemen. En last but not least, offline messaging, eigenlijk een soort antwoordapparaat, maar dan voor je messenger. Je kan iemand ook een bericht sturen als je offline bent, als diegene offline is. En op het moment dat die dan weer online komt, dan krijgt hij dat berichtje direct afgeleverd. Het is natuurlijk nog mooier als dat ook met voice komt. Ja, dat komt ook, maar niet in deze versie. Windows Live Mail. Ik heb het nog niet gehad over de duidelijke... dit is natuurlijk echt een enorm verschil met Hotmail. Belangrijk, wat je hier heel goed kan zien, is die terugkerende user interface, gebruikerservaring. Heel clean, sleek is de Amerikaanse term ervoor. Maar ook hier kan je zelf instellen wat je wil. Wil je een blauw, paars, rood, geel? Het begint zo, maar je kan hem heel makkelijk zelf weer engaging. Windows Live Search, even gezocht op Guido van Nispen. Nou, dan vindt hij dus meteen heel veel afbeeldingen en een Blognomics logo. Wat wil je nog meer? Laat me even staan. Ja. Allemaal foto's maken. En nog niet in Nederland, maar wel in Amerika. Windows Live Local. Gaan we hier ook krijgen, doen we wel even. Local Search powered by Virtual Earth. Zoeken en vervolgens meteen zien waar je dat dan kan vinden. En dat kan met deze, vanuit deze hoek, maar dat kan ook vanuit de autohoek, zou ik maar zeggen. Dus dat is het als het ware alsof je door die straten zelf heen rijdt. Dus ze zijn daadwerkelijk met een busje door al die straten heen gereden. Klik, 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 klik. En dan krijg je dit resultaat. Dus als je een keer naar Seattle wil of moet, dan is dit heel leuk om vast te kijken. Aangepakt. Ja, precies. 5 minuten. We gaan opschieten. Ik had het over, het is niet alleen een platform voor services, maar het is ook een platform waarop je zelf wat kan bouwen. En het is bovendien cross-device en cross-Microsoft. Dus het is niet alleen, nu is het op dit moment Windows Live, maar het krijgt ook extensies naar Xbox, het krijgt extensies naar Office, het krijgt extensies naar Media Center. En het is niet alleen voor consumenten, maar het is ook voor media. Media mogen daar gewoon, gebruiken het al heel veel om het te bouwen. Heel belangrijk bij het voor adverteerders is identificatie en credibility, geloofwaardigheid. Maar het gaat net verder dan geloofwaardigheid ook, dus dat de consument bereid is om jou toe te voegen als messenger buddy bijvoorbeeld. In het geval van bots. Ik weet niet of bots jullie iets zeggen. Bots zijn automatische buddies, dus automatische messenger contacten die je kan toevoegen aan je messenger. En dan kan je daar vervolgens mee praten. En Chatman van KPN daar rechtsboven, dat is op dit moment de meest succesvolle chatbot geweest. Die heeft ruim, ter indicatie, die heeft zeer ruim meer dan 500.000 keer toegevoegd door aan een messenger. En daar werd dan gemiddeld zo'n 4,5 minuut mee gepraat. En dat is dus fantastisch, want daarmee, dat hoeft KPN niet uit te geven, dat geld. Dat doet die consument zelf, die praat gewoon zelf en die voegt zelf die bot toe aan zijn messenger.
Nou, die, dit is dan een voorbeeld waarbij je Windows Live Messenger gebruikt als platform. Maar je kan je natuurlijk ook heel goed voorstellen dat Windows Live Spaces een platform is waarop een bedrijf zijn eigen weblog bijhoudt en daar ook interacteert met gebruikers. Permission-based marketing solutions in ieder geval. Ik had al laten zien, die gadgets, die zijn nog wel iets bijzonderder dan die daarboven, want die zijn niet alleen, die kan je zo maken. Door iedere consument kan zo een gadget fabriceren en die kan, ja, als het de one-hit wonder is, als dat de hit is, dan staat die binnen no time in een paar miljoen wereldwijd mensen hun live.com. Grote kansen. Windows Live en MSN Spaces. En daar was het al begonnen. Ik zei, het een is een voorbeeld van het ander. En vice versa. Ik zou zeggen, lees de slide. Windows Live brengt de digitale wereld bij elkaar. En MSN Spaces doet het natuurlijk ook. Het is heel makkelijk om zelf te doen. Ga naar spaces.msn.com en ik garandeer je dat je binnen 3 minuten in Spaces hebt. User in control, dat is ook buitengewoon belangrijk. Ook om die user engagement te blijven behouden, zodat de consument altijd zelf bezig blijft en zelf bepaalt wat er wel en wat er niet gebeurt. En last but not least, platform voor consumenten, media en adverteerders. En je ziet dus, dat wil ik nog even zeggen, wat ik in het kader van het feit dat er ook allerlei media mensen zijn. Het is heel interessant om te zien dat dus media eigenlijk de eerste zijn die dit massaal omarmen. We hebben een bot van Radio 538, er is een bot van de Volkskrant, de Nieuwsbuddy. Je ziet dat, ik kan even de partijen niet noemen, maar er zijn zeer veel. McDonald's, Ralf Heesen gaat zo ook nog iets vertellen, want die heeft ook iets gebouwd namelijk. En je ziet dat die zien het ook meteen. Die zien ook meteen dat je daar een eigen kanaal als het ware direct opricht op een messengerpopulatie. En dat je vervolgens een kanaal hebt staan waar je niks voor hoeft te betalen. Want dat kost overigens, het is allemaal gratis, de Windows Live platform. MSN Spaces en Windows Live, het is logisch. Dat was het. Joost, dankjewel.